Dat is allemaal verzet. Vanaf nu ben ik qua in mijn bedoel. Uiteindelijk na de filmpjes even het woord aan meneer Marquardt, zodanig dat hij de formule van vandaag nog eens kan uitleggen voor iedereen. En nog wat extra belangrijke informatie voor het verloop van de dag. Ik stel voor dat we eraan beginnen. Nee. Zal bezig zijn en ook met communicatie, PR, crisiscommunicatie, interne en externe gestroomlijnde communicatie. Dus daar kijk ik heel erg naar uit, want dat is op mijn lijf geschreven.
En er zijn in scholengroep Fluxus 64 scholen, 44 basisscholen en ongeveer 20 secundaire scholen. Dus dat wordt een fikse opdracht. Alleszins proficiat in de manier waarop die leerlingen die van u afscheid genomen hebben. Fantastisch. Ja. Voormiddag deze. De dag van vandaag was een voormiddag die door de leerlingen samengesteld is. Leerlingen hebben suggesties gedaan, leerlingen hebben gevraagd van kunnen we die dit of kunnen we die dat doen voor onze directeur die ons gaat verlaten. En een van die laatste dingen die gevraagd, of een van de eerste dingen eigenlijk die gevraagd waren, is de directeur vertrekt. Maar kunnen we niks voorzien zodat de directeur toch voor een stukje altijd hier bij ons blijft. Ik probeer zo laat mogelijk, maar als ik met een mond een beetje weet ik welke richting dan begint van te puten. Dus bezig met het herschikken van ons domein, met de heraanleg van het domein, als straks de nieuwe bouw af is. En onze nieuwe sporthal daar van achter klaar, dan gaan zij ervoor zorgen dat er een andere groeninvulling is, enzovoort, enzovoort. En daar gaat dan een heel mooi plekje bij voorzien zijn. En ze hebben ons al een kaartje meegegeven. En dat mag de directeur al eens opdoen. En op dat kaartje staat ons domein. En staat op het domein deze speelplaats die heraangelegd wordt. En dat wordt, staat in het groot of in het rood, CBW. En ik mag de directeur deze stick afhalen. Want de stad maakt dat natuurlijk officieel. En dit wordt dan het Christus van Lansdekenplein. Ja, dit overtreft al mijn verwachtingen eerlijk gezegd. Tot gisterenavond had ik helemaal niet door wat er vandaag gepland werd. Ik dacht dat er wel zoiets kleins of zo ging gebeuren, maar dit had ik echt niet verwacht. Om vele redenen, maar ik wil er één ding maar uitpikken om niet te lang te moeten spreken. Op het moment dat ik in het filmpje, dat ik alle filmpjes zag, dan spraken jullie erover dat ik altijd zo blij ben en positief. Wel, de job van directeur was voor mij een heel aangename job, dus ik stop helemaal niet omdat ik het niet graag deed. Ik denk dat iedereen dat wel aanvoelt. Maar op sommige momenten, als ik het zo wat moeilijk had, met een bepaalde beslissing of zo, dan moest ik maar één ding doen. En dat was altijd een mogelijkheid hier. Dan, als ik het moeilijk had, dan ging ik tussen de leerlingen staan. Of zo deed ik elke ochtend dat toezicht. En tijdens een pauze of zo, waar mijn leerlingen komen praten, dan vergat ik al mijn zorgen. En dan werd ik eigenlijk altijd heel blij en positief. Hoe komt dat? Wel, ik denk dat ik heb ook altijd in jeugdbewegingen gezeten. Ik zie heel graag jeugd opgroeien. Ik zie heel graag al jullie toekomststromen en ik bouw daar soms graag mee wat aan. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de mooie jaren hier op school. En probeer van volgend jaar af en toe nog eens om mij te denken. En als je dan om mij denkt, de leerlingen dan bedoel ik, dan moeten ze denken, ik moet mijn best doen voor een mooie toekomst. Dankjewel. En vanaf nu naar huis. Yeah.